De JAF Foundation in Nederland doneert een groot aantal medische verbruiksartikelen aan 9 zorginstellingen. De symbolische overdracht heeft vandaag plaatsgehad in de multifunctionele ruimte van het 's Lands Hospitaal. De algemeen waarnemend directeur van 's Lands Hospitaal, Sunita Nanapandey Gopisingh, zegt dat tijdens het eerste mailcontact met de organisatie zij enige twijfels had. Die zijn weggenomen toen zij hoorde dat Peter Vriends de verschepingskosten zou betalen. En dat is eigenlijk de grootste hoofdpijn ten aanzien van containers en donaties vanuit Nederland. Wie betaalt die verscheping? Dus als dat eenmaal gedaan is, en dat is ook gedaan door deze hulpvaardige meneer, die ook nog zelf is gaan inladen, alle spullen. Het is dus een hele inboedel aan medische verbruiksartikelen van een ziekenhuis die van plaats verandert in Nederland, locatie. En deze spullen kwamen dus vrij. Ze zijn niet meegegaan naar die nieuwe locatie. Nou, je kan je voor, als je dit zo ziet, het is duizenden aan euro's dat daar ligt. En die in feite gewoon weggegooid zou worden als het geen bestelling zou krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegezegd de inklaringskosten op zich te nemen. Ja Foundation heeft als doel elk kind een kans te geven. Een kans voor ieder kind, daar zegt toch geen nee tegen, is de retorische vraag die zij stelt. De voorzitter van de organisatie, Marga Wasser, zegt dat deze donatie voortspruit uit het idee dat ook kinderen indirect zullen genieten van deze medische verbruiksartikelen. De foundation werkt voornamelijk in Suriname voor kansarme kinderen en is in 2012 opgericht door Joyce van den Bichelaar van Blerk, zegt Wasser. Toen werd ik op een goed moment, een x-aantal maanden geleden, gebeld. Iemand vraagt aan mij, kunnen jullie iets met medische goederen in Suriname? Iedereen op vakantie, ik denk, oh mijn hemel, hoe ga ik dit regelen? Maar Jurgen Rijman is een x-aantal jaar geleden is hij onze ambassadeur geworden. Omdat hij Joyce heeft ontmoet en haar zo'n warm hart toedraagt, zijn ook goede vrienden geworden. Dus ik, bij het zien van al die spullen in die loods, want ik had eerst zoiets, hoe moet ik het regelen? Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Dus ik heb gelijk bij het zien van al die pallets in die loods Jurgen gebeld. Jurgen, ik sta hier. Ik weet dat jij ook ooit een keer zoiets gedaan hebt. Help me. Hoe kan ik dit doen? Is dit voor mij haalbaar? Jurgen zei, ik ga jou helpen. En Jurgen heeft een groepsapp aangemaakt met de heer Ray Wimpel, met mij en hemzelf daarin. En ja, zo is dit alles tot stand gekomen. Iedereen kent wel weer ergens iemand. En meneer Wimpel die heeft mij in contact gebracht met mevrouw Sunita. En zo is het balletje gaan rollen. Het resultaat is een 40-voet container vol met medische verbruiksartikelen voor 9 zorginstellingen. Namens deze instellingen bracht Rabinder Nat Koenkoen, arts bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, dank uit aan de JAF Foundation. Wij in Suriname, we zijn erg behoeftig geworden. Vooral als we om medische spullen, medische artikelen, verbruiksartikelen, als het daarom gaat. We zitten er vaak verlegen om. En als er mensen zijn die daar het hart op de juiste plek hebben en dit soort initiatieven nemen. En ook andere mensen voor allerlei onkosten laten opdraaien om ons te voorzien. Dan voelen we ons zeer, zeer apart. Zeer, zeer bijzonder. We vereerd. En we danken de schepper dat er nog ook andere mensen binnen en buiten Suriname zijn die ook aan anderen denken. Dus ik spreek in het bijzonder namens PCS, maar namens alle behoeftige instellingen. Onze hartgrondige dank uit aan de initiatiefnemers. Van dankjewel, we hebben het nodig. Het is niet vergooid geld. Huisarts Koenkoen vandaag bij de donatie van medische verbruiksartikelen aan 9 zorginstellingen. De symbolische overdracht heeft plaatsgehad in het 's Lands Hospitaal. Het belast is met de organisatie.